Het voormalige UWV-kantoor naast het Nijmeegse station gaat helemaal tegen de vlakte. Er komt nieuwbouw met onder meer woningen en werkplekken. De operatie maakt onderdeel uit van de grote herinrichting van de stationsomgeving en het station zelf. Het geld voor die herontwikkeling komt van de Rijksoverheid, provincie, gemeente Nijmegen en NS. Dit gebouw is al 8 jaar niet meer in gebruik door het UWV. Sindsdien woonden er nog enkele mensen anti-kraak, maar inmiddels ziet het gebouw er toch flink vervallen uit. Wanneer het sloopwerk begint, is nog niet bekend.